Welkom bij weer een nieuwe workshop van het Drents Museum. Mijn naam is Kirsten en vandaag gaan we het hebben over de kunstenaar Matthias Weischer. Hij is een van de kunstenaars die valt onder de nieuwe Leipziger Schule. Zijn kunstwerken bestaan uit lagen en lagen en lagen van verf, tot centimeters dik op het doek. Kijk maar! Daarnaast maakt hij ruimtes die een beetje vervreemdend zijn, waarin voorwerpen staan die je niet helemaal op die plekken verwacht. Een beetje een soort van geschilderde collage technieken. Om inspiratie op te doen, heeft hij in zijn atelier een klein decor gebouwd. En daarin staan meubels die hij kan verplaatsen om zo te kijken naar wat ruimte doet. Zo'n decor kun je natuurlijk heel groot maken, maar je kunt het ook heel klein gaan doen. En dat ga ik vandaag met jullie doen. Doe je mee? Vandaag hebben we nodig inspiratiemateriaal uit tijdschriften of oude kranten, gekleurd papier en karton, een liniaal, iets om mee te knippen of te snijden, misschien wat gekke dingetjes zoals veertjes, iets om mee te kunnen plakken, om mee te kunnen tekenen, kwasten en misschien wel verf. Je kan nog veel meer toevoegen, zoals je straks wel zou zien, maar je kan het natuurlijk ook veel simpeler houden. Wat je in ieder geval nog wel nodig hebt, is een van deze. Een doosje om je decor in te bouwen. Hebben jullie alles? Dan gaan we beginnen. Ik begin met een schets. Dat hoeft natuurlijk niet, je kunt ook gewoon lekker meteen beginnen met knippen en slijden en kijken waar je uitkomt. Maar ik vind het zelf wel fijn om een klein beetje houvast te hebben, dus ik zet eerst wat op papier. En daarna wordt het tijd voor het doosje. Ik ga de flapjes eraf halen en ik ga de voorkant eruit snijden. Dan hou ik ongeveer drie kanten over en dat zal dan de basis voor mijn decor zijn. Tijd voor de volgende stap. Inspiratie opdoen uit tijdschriften. Nou vond ik dit oude woontijdschrift en voor een decor staan daar natuurlijk wel wat handige dingen in. Dus ik ga eens even kijken wat ik kan vinden. Ik knip en scheur er meer uit dan ik nodig heb, want ik weet nog niet precies wat ik ga gebruiken. Maar dit is dan inspiratiemateriaal. Dit is inspiratiemateriaal uit de tijdschriften. En alles wat we hier zien is plat. Maar ik ga niet alles plat maken, ik ga ook een aantal dingen 3D maken. En dat ga ik denk ik doen bijvoorbeeld met het bankje. Dat lijkt me een mooi object om in 3D te gaan maken. Ik begin hier met het bankje en ik heb niet echt een plan in mijn hoofd. Ik begin wel met wat maten, vooral dat het aan de ene kant gelijk is als aan de andere kant. Maar ik zie wel waar, nou ja, het karton me brengt, om het zo maar te zeggen. Ik moet soms wat stukjes weghalen, omdat ik het niet kan omvouwen of buigen. En ik plak en voeg van alles samen, net zolang tot ik de vorm van een bankje heb. En zo ga ik eigenlijk al mijn 3D-objecten maken. Ik heb niet meteen een plan van tevoren, maar ik ga kijken waar het materiaal me brengt. En ga gewoon lekker aan de slag. De plaatjes die knip en snijd ik uit. Het is wel belangrijk dat als je plaatjes die plat zijn rechtop wil laten staan, dat je aan de achterkant iets van stevig papier of karton aanbrengt. Als je dat niet doet, dan, nou ja, dan buigen ze om en dan gaan ze vallen. Dus daarvoor heb je dat stukje stevig papier nodig. Doe dit vooral voordat je alle vormen precies gaat uitknippen en snijden, want anders dan kun je je voorstellen dat je twee keer alle vormen precies moet knippen en uitsnijden. En vooral bij zo'n vorm als deze, waar je allemaal kleine priegelige blaadjes hebt, wil je dat werk niet twee keer moeten doen. Het bankje had nog een stukje stof nodig en dat lijm en vouw ik om het kartonnen voorwerp heen.
Ik gebruik hierbij ook een nietmachine om de stof een beetje op zijn plek te houden. En ik heb op het einde zelfs nog een paar paperclips toegevoegd. Je kunt dus van alles gebruiken wat je maar in huis hebt om deze voorwerpen te maken. Ik heb mijn doosje bekleed met verschillende kleuren stevig papier. Je kunt natuurlijk ook gaan schilderen en verven, maar ik vond deze techniek wel goed werken. Platte vormen laten staan is heel simpel. Je neemt gewoon een stukje stevig papier of karton, vouwt er een hoekje in en zo kan je voorwerp staan. Als je 3D-vormen wil maken, dan is ijzerdraad en zilverfolie ook heel leuk materiaal om mee te werken. Je kunt namelijk vormen naar alles wat je wil. En in dit geval maak ik er een schemerlampje van. En ik ga hem combineren met een plaatje uit een boek. Nou moet ik er wel bij zeggen dat mijn schemerlamp een beetje topzwaar was en dus de hele tijd omviel. Dus uiteindelijk heb ik er nog even een euromuntje onder geplakt zodat hij goed bleef staan. Een kubus zien we ook in het werk van Weischer. En ze zijn heel geschikt voor dit soort projecten, want je kunt ze aan alle kanten net even anders bekleden. En als je ze dan omdraait, kun je weer een heel ander soort decorstuk creëren in je mini-decoortje. Het vloerkleed dat ik hier aan het creëren ben, knip ik uit verschillende patroontjes van verschillende plaatjes. Alleen het rood vind ik een beetje saai, dus ik ga er ook gewoon stukjes tekst tussen voegen. Dat geeft een leuk patroon. Opvallend aan het werk van Weischer is dat hij soms ook dingen tekent en die voegt hij dan toe aan zijn schilderijen. Dus dat element wil ik ook zeker toevoegen aan mijn kleine decoortje. En dit zijn dan alle voorwerpen die ik heb gemaakt. En nu wordt het tijd om ermee te gaan spelen. Dit is mijn mini-decor geworden. En ik heb ontzettend veel plezier gehad in het bouwen van al deze kleine decorstukken. Ik hoop dat jullie ook je eigen mini-decor gaan bouwen en dat jullie dat met ons delen via de hashtag Drents Museum.
Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan maken. Tot de volgende keer. Doei!